Deze beschouwing, die gaat over iets serieus. Dat heb je al uit de titel kunnen opmaken. Het is al een tijdje geleden dat Rolf vrijwillig voor de dood heeft gekozen. Hij heeft zich opgehangen in zijn eigen kamer, zijn eigen woning. Hij woonde in dat voormalige, zo'n vrijmetselaarsgebouw. Van die Griekse architectuur. Het was best een leuke woning. Daar heeft het niet aan gelegen. Hij zat in een soort souterrain. Maar hij kon wel de tuin inlopen. Hij zat iets onder de grond, maar... Als je bij hem de deur uitging, de tuin dan in... Moest je een beetje schuin omhoog en dan was je op de echte begane grond. Maar je kon bij hem de tuin inlopen. Het was ook een soort waterpartijtje. En de laatste keer dat ik bij hem was, toen had hij een poes. Een hele grote. Die had het erg naar zijn zin. Ik hoorde dat hij zelfmoord had gepleegd. Van de moeder van mijn kind. Ik kreeg een sms'je. Ja, het is me wat. Als iemand ervoor kiest, hè, om te sterven. Hij was van mijn jaar. Want wij waren samen begonnen in Wageningen in 1978. En hij hield er na een paar jaar mee op. En ik heb die studie afgemaakt. Hij behoorde tot de rustige groep van de afdeling. Dat was zo'n gang in zo'n studentenflat. En die rustige groep, die gingen dan s'avonds om 9:30, 9:30. Dan stonden ze op de gang en een beetje kletsen zo. En wij van de ruige groep, wij zaten altijd bij elkaar op de kamer. En dan met bier erbij en tabak roken. Zeg het maar, muziek draaien. En gewoon geinen. Maar zo was Rolf niet. Rolf was echt zo'n serieuze jongen. En hij vond het allemaal maar niks, dat gestudeerd. En toen ben ik hem uit het oog verloren. En... jaren later, toen ik in Arnhem woonde en ik was inmiddels getrouwd en ik had een kind. En toen kwam die weer in mijn leven. Inmiddels dat mijn ex, gescheiden. En zij kende hem. Via haar werk, wat ze toen had. Ja, als ik aan tuchter aan terugdenk. Was een leuke, fijne, aardige, rustige kerel. Ik was helemaal verbaasd dat de moeder van mijn kind hem kende. Ja, zus en zo. Toen kwam hij een keer bij ons, die thee drinken. En ik zei, hey Rolf. En een tijdje later toen zijn we samen naar de Theosoven gegaan. Je hebt zo'n stichting ISIS, die is ook actief hier in Arnhem. En die organiseren dan eens in de zoveel tijd van die bijeenkomsten. Houden ze praatjes. Nou, daar wilde hij ook wel eens meemaken. Dus ik, nou, gaan we samen. Ik was er ook, ik was er denk ik al een keer geweest. Maar ik wilde nog wel een keer. En we zijn ook samen naar de vrijmetselarij geweest. Die hadden een open avond. So much for the secrecy. Stond gewoon in het Arnhemse suffertje. Zo'n advertentieachtig plaatje. Die had hij dan gevonden. Zei die, ga je mee? Ja, dat vind ik leuk. Ben ik samen met hem naar de vrijmetselarij gegaan.
En daar kregen we bij binnenkomst allebei 2 consumptiebonnen. En er werd ons gezegd dat je met die consumptiebonnen sterke drank kon kopen in de pauze. En Rolf drinkt helemaal niet. Niet of nauwelijks. Dus toen heb ik die jenever maar gedronken. Nou, ik dronk wel. Sinds 2 maanden of zo, nou niet meer. Maar toen nog wel. En kort geleden, toen had ik een soort reunie-achtig iets met mensen die daar ook op die flat, of op die gang woonden. Een mannetje 4, 5. Ja. Nou, toen kreeg ik het erover, hè, dat Rolf zelfmoord had gepleegd. Iedereen van, oh? Ja, Rolf was toen gestopt met de studie en ja, iedereen was hem uit het oog verloren. Ik dus in eerste instantie ook. Maar ik wist het dan wel, natuurlijk. Toen heb ik ook nog gezegd van, ik heb het idee waarom hij dat gedaan heeft. Rolf wilde hartstochtelijk graag zorgen voor een vrouw. Dat zit bij een man ingebakken. En hij heeft dat tegen mij gezegd. Want toen was hij ook al in de... Hoe was hij toen? Die vrijmetselarijtoestand, een beetje in die tijd. Was hij 45, 46? Misschien iets ouder. Toen wilde hij het nog steeds heel graag. En Rolf is heel handig. Met zijn handen. Daarom was hij ook gestopt met die studie. Hij wilde iets praktisch gaan doen. Heeft hij jaren gewerkt als molenaar. Weet je wel, zo'n ouderwetse windmolen. En ook echt graan gemalen. Ja, serieus werk. In het kader van... Natuurmonumenten, of hoe heet dat? Nee, niet natuurmonumenten natuurlijk, maar Nederlandse monumentenstichting of zo. Van die oude molens aan de praat houden. Ik ben een keer bij hem langs geweest toen hij ergens werkte. Ik vond het maar heel hoog, zo'n molen. Maar ja, dat moet wel hem, de wind te vangen. Ja, ik heb ik heb hoogtevrees. Rolf niet. Die liep daar in de rondte als de heer en de meester. Hij wilde graag zorgen voor een vrouw. En hij had een oogje op een vrouw. Ik zal die naam niet noemen. Maar die had in die dagen een vaste vriend. Toen heeft ze die vaste vriend aan de dijk gezet. En ik kende haar karakter inmiddels al een beetje. En ik had het idee van, nou, dat is fijn voor die vaste vriend. Dat hij niet meer die zeurneus heeft. Dat was mijn portret, jongen. Die vertikte het om iets te doen in de huishouding. Want zij werd kunstenaar. En huishoudelijk werk, dat paste niet in het... weet ik veel. In haar gang tot kunstenaarschap of zoiets. Mooi puinhoop. In die woning. Ja, die man kon dus alles doen. Hè? Afwassen, stofzuigen, noem het maar. Ze deed wel wat in huis, maar... wat dingetjes die ze dan wel leuk vond. Maar niet hardcore de boel schoonhouden. Ja, haar man die had toch een fulltime baan... dus dan kon die toch wel wat doen in de huishouding. En zij had helemaal niks. Hè? Ze zat elke dag zich thuis... dat ze thuis en een beetje... Ja, ik wil kunstenaar.
Maar toen heeft ze die man aan de dijk gezet. Kreeg ze van de gemeente heel snel, vond ik wel heel opvallend. Had ze in no time een eensgezinswoning toegewezen gekregen. Ergens hier in Arnhem-Noord. Op de Bult, zo heet dat. Ja, er zit zo'n vrouw in er eentje, ja, met twee linkerhanden, zonder boormachine. En, toen dacht ze, nou, dan bel ik Rolf wel even. Nou, Rolf die wilde wel komen helpen. Het was al het zoveelste mannetje hoor, wat ze had gebeld. Maar ze dacht, ja. Want die andere mannetjes die ze al een keer gebeld had, die in de gaten kregen van, ja, je kan iedere keer opkomen draven. En dan krijg je een kop thee en een, ja, zo'n beetje laf handje bij je, nou, tot ziens. Zo'n slap handje. Ja. Nou, tot ziens, dankjewel. En dat was het dan, hè. En die mannen, die kregen er allemaal schoon genoeg van. Ik ook, ze had mij ook eventjes ingeschakeld voor dit en eventjes ingeschakeld voor dat, ja. Dus bij mij hoefde ze ook niet meer aan te kloppen. Ik had het totaal met haar gehad. Ja, ik ben nog Sinterklaas niet. Maar trouwens, ik had zelf een gezin om voor te zorgen. Ik had genoeg klusjes in en om het huis. En dan ook nog een keer zo iemand erbij. Ik vroeg nog een keer aan de moeder van mijn kind. Van, goh, waarom vraagt ze die en die nou niet even? Oh, zei ze, die en die? Oh, die doet niks meer voor haar. Want dat hij, die is erachter gekomen. Die wordt alleen maar voor haar karretje gespannen. En die doet het niet meer. Nou zei ik doe het ook niet meer. Oh. Nou, toen heeft ze Rolf gestrikt. Die heeft haar een aantal keren goed geholpen. Met de boormachine. En hij heeft een bus. Fiets of een auto. En hij heeft een of andere Peugeot. Een Franse auto met zo'n stationbak. Hij kon grote dingen vervoeren. Dat wel. En toen op een dag, toen had ze hem gebeld. En zei ze, heb je zin om zondag langs te komen? En dan gaan we wat leuks doen. Toen dacht hij, oh, eindelijk gaan we wat leuks doen. Nou, toen kwam hij daar binnen, dan kreeg hij een kop koffie. En toen zei hij van, nou, en wat gaan we vandaag dan doen voor leuks? Nou, zei ze, ik dacht, dan gaan we vandaag, gaan we lekker de woning schoonmaken. Een beetje stofzuigen. En ja, een beetje ramen lappen. En dan, ja, misschien dat we nog wat dingetjes tegenkomen die jij dan kan repareren of opknappen. En dan ga jij die dingetjes lekker ook nog doen. Maar Rolf zei, hey, ik dacht dat we vandaag wat leuks zouden gaan doen. Ja, zei die vrouw, dat vind ik echt hartstikke leuk. Ja, zei Rolf, maar ik niet. Nee, hij had er al, ik weet niet hoe vaak, met de boormachine en de waterpas. En dan mis je natuurlijk weer iets, want ze heeft helemaal geen gereedschappen, niks. En dan moet je weer even naar de winkel en dan weer de spullen halen. En dat alles voor een kopje slappe thee en een slappe handdruk. Maar nou, bedankt, dit is ziens, hè. Nou, die zondagochtend is hij met een chagrijnige kop de deur uitgelopen en nooit meer teruggekomen. En hij wilde hartstochtelijk graag voor een vrouw zorgen. Maar niet op die manier. Niet als het sukkeltje. Nou, toen trapte de moeder van mijn kind, die trapte mij de deur uit. En toen had dus de moeder van mijn kind hetzelfde probleem als die vrouw daar op de Bult. Namelijk geen man met een boormachine en dat soort dingen. Ah, zij weer Rolf inschakelen. Dat hoorde ik allemaal van mijn kind. Hè? Ja. Maar hoe heeft mama dat dan voor elkaar gekregen? Oh, ze heeft Rolf even gebeld. Dan dacht ik, ja, ja. Nou, toen ging de moeder van mijn kind Rolf even gebruiken. En als vergoeding kreeg Rolf dan een kopje slappe thee en een slappe hand. En dan bij de deuren, doeg, tot de volgende keer. Ja, als ik je weer nodig heb, dan bel ik wel. Hè? Doeg. Dat vond ik zielig voor Rolf.
Dat is zielig voor alle mannen hoor, die graag voor een vrouw willen zorgen in deze tijd. Er zijn nogal wat vrouwen die, ja, die zijn dan heel zelfstandig en lalalala. En, ja. En onderwijl natuurlijk niet. En die hebben dan allemaal van die mannetjes. Een mannetje voor dit en een mannetje voor dat. En daar kan je dan bij in de rij gaan staan. En dan mag jij allemaal andere dingen. Ja, bepaalde dingen doen die andere mannen dan niet doen. Mag je deelnemen in de harem. En de moeder van mijn kind is er ook zwijn hoor. Je hebt een hele stapel met mannetjes. Een mannetje om mee uit eten te gaan. Een mannetje om mee naar het museum te gaan. Een mannetje om mee uit wandelen te gaan. En noem het maar op. En misschien dat Rolf ook nog wel dacht van nou, dat huwelijk van Perry met die vrouw, dat is dan op een scheiding uitgelopen. Nou ja, misschien dat ik dan wat kan betekenen voor die vrouw. Nou, het is maar goed dat dat niet doorgegaan is. Dan was hij er ook achter gekomen. Of hij was er zonder meer achter gekomen dat hij in de gaten had. Dat hij alleen maar gewenst was met zijn boormachine en zijn handige auto. En dan allemaal lekker spulletjes ingewikkeld regelen. En voor de rest, adieu paraplu. Ik bel je wel weer als ik wat nodig heb. Ik denk dat dat het. Dat dat de druppel was. En ik ken het hoor, dat gevoel dat je graag voor een vrouw wil zorgen. Ja, je bent een man en. Je kan van alles. Ik bijvoorbeeld, ik ben hartstikke handig. Ik ben niet zo handig als Rolf. Of als Rolf was. Ja. Rolf was ook goed in dingen als lassen en al die andere. Ja, je wordt niet zomaar modelaar voor monumentenzorg. Dan moet je wel wat kunnen, heb je. Ja, dat kon hij dus kennelijk. Dat is knap van Rolf. Maar ik kan wel wat. Dus in mijn woning, ja, dus tip-top in orde, joh. Zo. Momenteel ook lekker opgeruimd. Ik heb heel erg veel gedronken de laatste tijd. De laatste jaren. En dat is nu voorbij. Lekker opruimen, schoonmaken. Ik ben met de laatste loodjes bezig. En dan is het echt tip-top in orde. Dat is mooi. En ik heb een vriendenkring met hele slimme mensen. En die hebben ook allemaal spullen. Dus ja, ik kan ook grotere projecten aanpakken. Dan moet ik alleen even bellen en dan regel ik wat van die makkers van mij. En tussen mannen onderling wordt het altijd netjes afgerekend. Hè. Dus ik doe wat voor Piet en Piet doet dat voor mij. We houden zelf de rekening in de gaten. Want ik kan een Piet goed gebruiken voor het ene, maar Piet kan mij ook goed gebruiken voor het andere. Niet zoals die dames van Rolf gebruik hebben gemaakt. Die dames kunnen helemaal niks. Ja, slappe thee zetten. That's it. Maar ik als man, ik doe al wat terug. Voor mijn vrienden, voor mijn makkers. En ik heb een paar spierballen. Ik wilde vanuit die positie ook graag voor een vrouw zorgen. Ook nadat ik, ook na die scheidingen, dacht ik van nou, scheiding is geweest en dan voor een andere vrouw zorgen. Dat is er niet van gekomen. En nu vind ik dat niet erg. Ik heb het wel even gemist, maar ik denk van ja.
Dan niet. Ja. Ik kan heel goed alleen zijn, hoor. Je hoeft niet bang te zijn dat ik mij ga verhangen of zo. Maar wat Rolf heeft meegemaakt, heb ik ook meegemaakt, by the way. Van die vrouwen die dan weten dat je man alleen bent. En dan bellen ze je op. En dan, oh, je hebt toch een boormachine? Kan je niet even langskomen? Met je boormachine? Ja, bij die twee types die dat bij mij hebben geflikt. Daar kom ik niet meer langs met de boormachine. Dus er was een paar keer dat dacht ik, oh, ben je er ook zo een? Ja, doei. Maar zonder rancune hoor. Meer in de zin van, oh, ben je er ook zo een? Nou. Ik heb daar verder geen zin in. Dat is voor mij niet interessant. So be it. Ik wil best mijn boormachine meenemen en de waterpas en alles. En daar moet ook wat voor terugkomen. Maar als het alleen maar in één richting verkeer is. Ja, waar doe ik het dan voor? Voor de gezelligheid? Nee, laat maar zitten. Dan niet. Het is mijn idee. En ik vind het niet erg. En ik heb het idee dat Rolf dat toen wel erg vond. Die het moeilijk vond om zo alleen te moeten leven. Maar ja, in een samenleving met vrouwen die... Ja, die zo zijn. Ja, daar word je niet blij van, man. Toch? Nou dan. Dat is verschrikkelijk. Als je zo'n man bent zoals Rolf, die graag wil zorgen voor een vrouw. En de enige kandidaten zijn van die halve feministes. Die gaan voor de zelfstandigheid. En die kunnen alles zelf wel. Ja, behalve dan met de boormachine en al die dingen. Maar de sociale contacten van die vrouwen, ach, dat hebben ze genoeg, joh. Die gaan op Facebook, op relatieplanet.nl. Die duikelen overal kereltjes op, joh. Die hebben jou niet nodig om naar de bioscoop te gaan. Of uit eten. En ik weet dat. Nou, dan vind ik het ook helemaal niet erg. Er was laatst een vrouw, een beetje mijn leeftijd. En die zei van, nou, mag ik je telefoonnummer? Want ik vind het wel eens leuk om een avondje te kletsen. Nou, eigenlijk dacht ik zelf van, ik vind het helemaal niet leuk om een avondje te kletsen. Niet per se, weet je. Ja, waar moet je het over hebben? Maar ik heb wel mijn telefoonnummer gegeven. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Vind ik ook niet erg. Ik vind het ook wel lekker hoor. Ik heb vroeger, toen ik zo 20 was, zo'n ouder. Hè. Ja, dan komt zo de testosteron, die komt je oren uit. Hè. Dan zie je zo'n lekker ding met zo'n lekker kontje. Van die pronte tietjes. En dan denk je, wauw. Ik heb zin in seks. Maar dan denk ik achteraf, ja, ik had dus gewoon zin in seks. En ik nam dat af en toe afwijkende, bijzondere, vervelende gedrag maar op de koop toe.
Om er uiteindelijk achter te komen dat als je met zo'n vrouw een langere relatie aangaat, dan worden ze heel vervelend. Dan heb je helemaal geen lekkere seks meer. Heb je alleen maar een zeurnuis in huis. Dan raak je nog spullen aan kwijt ook. Er is zo'n beweging in Amerika en die heet Men Going Their Own Way. Maar ja, als je zoals Rolf dat nou een keer zo hartstochtelijk graag wil. Ik wil zorgen voor een vrouw. Een vrouw die van mij is en niet van jou. Ja, dan heb je het moeilijk als man in deze maatschappij. Hey, ik heb 4 relaties gehad. Iets van serieus. In de 50 jaar tijd dat ik. Nee, is over de 40 jaar tijd. In 40 jaar tijd 4 serieuze relaties. Nu alle 4 een ramp. En heel vervelend, want in het begin is het leuk. En dan ben je alles voor zo'n dame. En dan komen er eisen, normen. En als ze dan hun zin niet krijgen, dan zijn ze de hele avond stikzagrijnig. En jeetje, mijn kreetje. En als je dan zo'n vrouw vraagt van, goh, zou je ook een keer het toilet willen schoonmaken? Een grote bek, man. Ja, gaat eerst maar eens dit en dat, zus en zo. Ja. Ik heb dat niet tegen Rolf kunnen vertellen, maar ik had het misschien moeten vertellen. Want Rolf, het feit dat jij geen vrouw kan vinden, prijs jezelf gelukkig, man. Ja. Voor hetzelfde geld had je er eentje gevonden. Toch? Wees blij dat je gewoon alleen bent. Maar ja, dan moet je afscheid nemen van het hele idee. Ja. Dat is dan een rouw of zo, hè, die je hebt. Een rouw die ik natuurlijk ook heb gehad. Want na die 4e mislukking. Ja, eigenlijk is 3 keer een scheepsrecht. Maar, na de 4e mislukking. Toen vond ik het mooi geweest. En dan hield ik mijn afstand tot vrouwen. Heel bewust. Dat is ook maar het beste. Met mijn dochter, hè, die is ook nog zo, ja. Ik vind het wel een lief kind, hoor. Maar dan begint ze met mij een discussie over het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen. Nou, ik weet er nogal wat van. Namelijk dat het 1 grote mythe is. Totaal uit de duim gezogen. Ja, je zal er maar als jonge man. Iets mee hebben. En dan begint ze tegen jou over dat verhaal. Van, ja, dat is niet eerlijk. Want mannen krijgen veel meer betaald voor hetzelfde werk.
Nou, mannen werken harder, namelijk. En mannen staan meer op hun strepen. Die komen meer voor zichzelf op. En daardoor verdienen ze meer. En ze doen banen die meer verdienen. Banen die gaan over onderwerpen in plaats van banen die gaan over mensen. Vrouwen kiezen vaak voor sociale beroepen. Bejaardenhulp, kinderbegeleiding, zeg het maar. Mijn dochter doet nou zijn opleiding van pedagogische hulpverlening. Ja, ja, daar ga je niet, daar ga je geen 6.000 netto in de maand mee verdienen. Dat kan je lekker vergeten. In het allerbeste geval word je directeur van een instelling of zo. Op dat terrein verdient ook de directeur geen 6.000 netto, hoor. En zoveel kunnen er geen directeur worden. Dat is één directeur op 100 medewerkers, weet je nog? Maar ja, word je computerprogrammeur of zo, dan kan je zomaar 5.000 pak je wel aan. Moet je wel naar Amsterdam gaan. Moet je even de hotshot uithangen. Ja, dat dan wel. He. En dat doen die dames dan niet. Ja, dan verdienen ze minder. En ik probeerde er met mijn dochter over te kletsen. En, niet, het is geen vervelend iemand, dat wil ik niet zeggen. Ik kwam er niet of nauwelijks tegenin. En dan begon ik dus over het verschil in, noem het maar, arbeidsethos. Zo. Dat zei ze even, ja, mannen die plegen 4 keer zo vaak zelfmoord dan vrouwen. En dan denk ik, ja, hè? En hoe komt dat? Ik ben toch niet, toen niet begonnen over de zelfmoord van Rolf. Want zij kent Rolf ook. Ja, ze was bij mij op bezoek. Dan wil je het ook een beetje gezellig houden. Zij begon over die gender pay gap. En ik kreeg de slappe lach. Ja, daar moet je met mij niet over beginnen. Ik ken mijn statistieken. En ik luister naar mensen als Stefan Molyneux. Moet jij ook doen. En andere lui die zich bezighouden met het fenomeen vrouw op de werkvloer. Word je niet... Nee, daar word je niet blij van. Maar ik ben op leeftijd, ik kan het weten. Maar die jonge jongens die dan iets krijgen met iemand zoals mijn dochter. Ja, dan wordt er een hele hobbel, heren. Voordat je iemand zoals mijn dochter ervan hebt overtuigd dat die gender pay gap, dus het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen, dat komt door de vrouwen zelf. Omdat ze niet moeten zeuren over een... Ja, noem het maar vrouwvriendelijk maken van de werkvloer. Daar hebben we helemaal geen zin in. Daar hebben wij mannen geen zin in. Snap je? Dus voor ons mannen is het goed genoeg zoals het is. Wij zijn gewend om te werken, we zijn gewend om onze schouders ergens onder te zetten. We zijn gewend om door te douwen. Ja, ook niet allemaal, sommige mannen zijn poesies. Maar in de regel, hè? Zijn mannen doordouwers. Komen voor zichzelf op. Komen ook voor collega's op. Dat
Ze kunnen tegen een stootje. Als ze een fout gemaakt hebben, dan kan je het gewoon tegen een kerel zeggen. En die kerel zeggen, oeps, sorry. Terwijl een vrouw dan zegt, nou zeg, dan mag je wel een beetje vriendelijker zeggen hoor. Want, ja, dan zeg je wel van mij, maar jij moet je naar je eigen kijken, man. Ja, ik werk vanaf mijn 26e. Ik heb 35 jaar gewerkt, ook met vrouwen. Ik heb het verschil gezien, man. En er is iets grondigs mis met de cultuur van vrouwen. En dat is al heel lang zo. Arthur Schopenhauer die heeft zo'n boekje geschreven. Of heeft een essay geschreven. Dat heet Over vrouwen. Moet je maar eens lezen. Het staat in het is in het Nederlands vertaald. En dan heet het Over vrouwen. En het staat in een bundel. Met nog andere essays. En die bundel die heet Er is geen vrouw die deugt. Ja. Dat heb ik Rolf niet aan zijn verstand kunnen peuteren. En nou is hij dood. Ja, het is al een paar jaar geleden. Maar er is wel een hele goede kerel mee verdwenen. Een vent waar je wat aan had. Hij dronk niet, hij rookte geen tabak, hij rookte geen wiet. Dus iemand die als iedere ochtend om 6:30, hoppakee, uit de veren. Altijd op tijd op zijn werk, was nooit ziek. Ja. Oh, een bikkel. En die is naar pleiten. Afscheid genomen van een wereld waarin vrouwen niet zitten te wachten op zo'n hardwerkende man. Zo'n man die zijn afspraken nakomt. Ja, en zo'n man die zich dus ondergewaardeerd voelt. En er dan maar mee ophoudt. Ik ken ook een ander verhaal van een man en die had een hele leuke baan in de dierentuin van Emmen. Was op het lijf geschreven. En die leerde daar een meisje kennen en er werd samenwonen. En toen wilde zij gaan verhuizen naar Lelystad. Dat is zo'n baantje of zo. En hij moest dan ook maar, dan moest iedereen naar Lelystad. Dus toen moest hij zijn baan opzeggen in de dierentuin Emmen. En in Lelystad kreeg hij een baantje. Nou, dat was echt een. Ja, het leverde geld op, maar dat was het dan ook. Nou, toen heeft zij hem. Toen ze in Lelystad zaten en hij had dus zijn baan in Emmen opgezegd. Dan maakte zij het uit. Nou, toen is hij in een ontzettende dip gezakt. En toen heeft zijn baas in Lelystad, die heeft hem daar dus ontslagen. Dus Emma had hij opgezegd en in Lelystad had hij misschien een jaarcontract en dat werd niet verlengd. Dus dan zat hij helemaal met niks. Geen vrouw, geen baan en wel een flat in Lelystad. Hier. En een tijdje later werd hij dood thuis gevonden. Hij was toen 28, 29, misschien in de 30 of zo. Niet oud. Hey, dank je wel aan die vrouw. En waar hij nou aan overleden is, weet ik niet. Ze zeiden toen dat het misschien iets was als een hartaanval. Zo. Ik zou het niet weten. Nou, hij was jonger. Nou ja, hij was er in mijn studententijd.
Hij was er minder dan 30. Hans heette die. Vrouwen, die feministische vrouwen, het is niet leuk voor jou als man. Dus ik zou ervoor oppassen. En hecht je er niet aan. Doe niet wat Hans heeft gedaan. Met zo'n vrouw dan in zee gaan en gedumpt worden om niks. Heb je je baan voorop gezegd. En dan, dat levert je helemaal niks op. En dan kijk je naar de handel en wandel van Rolf. En die heeft zichzelf verhangen. Ja, daar word je er ook niet blij van. Dus toch maar, men going their own way. De bal ligt nu bij de dames. Die moeten zich maar eens op het kop gaan krabben met wat ze nou willen. En wij als man, wij willen helemaal niks met die dames. Klaar. Hou ze uit je leven. En hunker er niet naar. Dat is het beste advies wat ik je kan geven. Ja, het kan zijn dat je een vrouw tegenkomt waarvan je denkt, die dan echt wel heel aardig is en heel lief is. Die ook om jou denkt. Die je dat soort dingen niet zal flikken. Maar ga niet over één nacht ijs voordat jij een soort van toezegging doet. Als samenwonen. Wel de kat uit de boom kijken. En geen seks. Zolang je niet zeker weet of het echt wel een betrouwbare en fatsoenlijke vrouw is. Geen seks. Niet doen. Stel dat maar uit. Tot het moment dat je er van zeker, dat je er zeker van bent dat het wat gaat worden. Dan ga je een stap verder zetten. Maar voor die tijd helemaal niet. Ook tegen zo iemand zeggen. Je merkt vanzelf dat het een beetje gaat klikken. En dat ik zeg, ik vind het allemaal hartstikke leuk om met jou naar de bios te gaan. En een keertje uit eten. Dat vind ik allemaal wel leuk. Maar ik ben er niet voor de seks. Ik ben voor iets serieus. En als je geen serieuze verhouding wil met een vrouw, dan heb je mijn verhaal helemaal niet nodig. Dan krijg je ook geen serieuze relatie met een vrouw. Dus ja, dan kan je er ook niet, kan je er ook niet aan beschadigen. Of beschadigd van raken. Toch? Dat maakt het allemaal wat makkelijker. Nou, die beschouwingen van mij, die rond ik af op 3 kwartieren. We zitten nou bijna aan 3 kwartier. Het was geen leuk onderwerp, dat begrijp ik heel goed. Maar het is wel iets wat gezegd moet worden. En dat mannen begrijpen dat. Er staat altijd in de krant weer eens dat een man heeft zijn vrouw mishandeld. Oh, dan had ze een blauw oog en een gebroken enkel. Hij had haar van de trap afgedood. Maar andersom gebeurt dat ook. Hè? Maar dan op een andere manier. En dan pleegt een man zelfmoord. Of hij heeft er zin in. Ja, ik dus niet. Ik ga de samenleving nog even tot last zijn, als jullie het niet erg vinden. Het zal mijn tijd wel uitduren. Yeah.
Nou, en na de volledige traditie zeg ik op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.